Mijn naam is Bas Timmer en 5 jaar geleden ben ik Shelter Suit Foundation begonnen. Shelter Suit Foundation is ontstaan omdat er in Enschede een man overleed aan onderkoeling. Die man was dakloos en die kon de nachtopvang niet in. En hij heeft de nacht niet overleefd. En omdat ik een modeontwerper ben, ik maakte hele warme winterkleding, voelde ik me eigenlijk schuldig dat ik dit verkocht. Ik dacht, misschien kan ik wel iets veranderen hieraan en heb daarop eigenlijk een warme jas met een aanritsbare slaapzak ontworpen om dat gratis weg te geven aan de daklozen. Dit is de Shelter Suit, een waterdichte jas met een aanritsbare slaapzak. Dit is het tentdoek, helemaal waterdicht, dus eigenlijk tweede keus tentdoek. En aan de binnenkant zit de slaapzak, zoals je ziet. Er zit hier ook nog een kool in, zodat je je mond extra warm kunt houden. Grote capuchon die je beschermt tegen regen, maar ook licht. Overdag heb je de jas aan en 's nachts rits je de slaapzak eraan vast. En dit krijg je allemaal in een duffelbag. We hebben nu een sociaal naaiatelier waar wij de pakken maken met vluchtelingen. En de Shelter Suit is gemaakt van restmateriaal. Oude slaapzakken, tentdoek, autogordels. Na een festival blijven er honderden slaapzakken liggen. Die halen wij op, die wassen wij en die maken wij tot een Shelter Suit. En dat vind ik zelf heel erg mooi, dat we echt van afval iets heel erg waardevols kunnen creëren. We zijn nu in Zuid-Afrika actief, in Amerika actief en hier in Nederland voor Europa. En uiteindelijk hoop ik dat er over de hele wereld de Shelter Suit gemaakt wordt en dat we iedereen warm kunnen houden met restmaterialen.